Welkom bij deze online lesmodule van de Agodi Academie. Deze video is een montage van de webinar Kleuterparticipatie in cijfers van 8 februari 2024. Je vindt een opsomming van de behandelde thema's in de beschrijving bij deze video. Je kan eenvoudig via de tijdsbalk in YouTube het gewenste hoofdstuk selecteren. Goedemiddag, het werd net 1 uur en dat is voor ons het startschot om van start te gaan met de webinar Kleuterparticipatie in cijfers. Het is de webinar die focust op de cijfers voor schooljaar 2022-23, want dat zijn de meest recente cijfers die Agodi ter beschikking stelt van de lokale besturen van de scholen. Die kan u ondertussen ook online raadplegen. Namens de Agodi Academie heet ik u van harte welkom. Dankjewel, Nikita. En dan gaan wij inderdaad van start. Bij de inschrijving voor deze webinar hadden jullie inderdaad de mogelijkheid alvast een vraag door te sturen. Wij ontvingen volgende type vragen. We nemen jullie eerst inderdaad mee doorheen onze webinar om nadien terug te komen op deze vragen, maar ook hun concrete antwoorden. Wat staat er vandaag op de agenda? We staan even stil bij wat kleuterparticipatie op zich als concept nu is. Nadien gaan we in op de gepubliceerde cijfers van het voorbije schooljaar. We geven een enkele algemene kanttekening mee om nadien samen met jullie te kijken naar de cijfers voor Vlaanderen, de cijfers per gemeente, de interactieve dashboards die beschikbaar zijn en ook enkele bijkomende analyses om deze cijfers nog beter te begrijpen. Als we doorheen de cijfers zijn, neem ik jullie graag mee doorheen de handvaten die ook beschikbaar zijn om net met deze cijfers verder aan de slag te gaan. We ronden uiteindelijk opnieuw af met de gestelde vragen om terug te komen bij jullie ingediende vragen. Wat is kleuterparticipatie? Om de gepubliceerde cijfers goed te kunnen kaderen, geef ik jullie dus wat achtergrondinformatie mee. We beginnen bij het regelgevend kader. Vervolgens gaan we in op het concept zelf. Nadien volgt informatie over inschrijvingen. En tot slot staan we nog stil bij de aanwezigheidsnormen. We starten met het regelgevend kader. Het regelgevend kader is op verschillende niveaus terug te vinden. De school vindt hun opdracht in het decreet basisonderwijs om te zorgen voor de bevordering van de kleuterparticipatie, in te zetten op een zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid. En per scholengemeenschap wordt ook een aanspreekpunt kleuterparticipatie aangeduid. Het lokaal overlegplatform, het LOP, heeft eveneens de opdracht om afspraken te maken om de kleuterparticipatie te verhogen. Tot slot vinden jullie als lokaal bestuur de opdracht rond kleuterparticipatie en het decreet van flankerend onderwijsbeleid. Jullie werken daarbij mee aan maatregelen die moeten leiden tot een veralgemeende deelname van kleuters aan het kleuteronderwijs. Dit kan door zelf acties te ondernemen of door acties van lokale actoren te ondersteunen of te coördineren. Dit kan ook steeds in samenwerking met het LOP of andere lokale onderwijsactoren. We gaan verder in op het concept kleuterparticipatie. We weten dat kwaliteitsvol kleuteronderwijs belangrijk is voor de ontwikkeling van elk kind. We weten ook dat de deelname van kleuters aan het Vlaams onderwijs eigenlijk al hoog is. Maar hoe kan je nu werken aan die kleuterparticipatie en wat betekent dit precies? Het gebeurt eigenlijk op 3 dimensies. De eerste dimensie betreft de warme overgang. Het gaat om de blauwe bol bovenaan. We gaan preventief inzetten op een warme overgang van thuis of de voorschoolse opvang naar school. De tweede dimensie betreft de inschrijvingen, de gele bol rechts onderaan. In het preventieve luik willen we daarbij de ouders informeren over hoe zij hun kleuter tijdig kunnen inschrijven. Als curatieve actie contacteren we ouders van niet ingeschreven kleuters. Wat betreft de inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 verlopen deze via het nieuwe inschrijvingsrecht. Er zijn scholen waarvoor ouders hun kinderen eerst moeten aanmelden. Deze aanmeldingen starten op 27 februari en ouders hebben de tijd tot 19 maart om een kind aan te melden. Daarnaast zijn er ook scholen die geen gebruik maken van het aanmeldingsprocedure. Dit zijn scholen die geen kinderen weigeren op basis van capaciteit. Om te weten welke scholen nu gebruik maken van een aanmeldingsprocedure, kan je een kijkje nemen op de website van het onderwijsaanbod. De link hiernaar wordt zo meteen in de chat geplaatst. De derde dimensie betreft de aanwezigheden. Het gaat om de roze bol links onderaan. In de eerste plaats gaan we ouders preventief sensibiliseren over het belang van voldoende aanwezigheid.
Daarnaast kan er ook curatief opgetreden worden voor kleuters die te veel afwezig zijn. Maak je als school of lokale partner zorgen om kleuters die eigenlijk te vaak afwezig zijn, dan is het CLB daar het eerste aanspreekpunt. Ga samen met hen op zoek naar bestaande partners rond het gezin om die bestaande relaties te verdiepen en te verbreden rond kleuterparticipatie. We gaan even dieper in op die tweede dimensie, met name de inschrijvingen. Meer specifiek naar het curatieve luik, namelijk wie zijn nu eigenlijk die niet ingeschreven kleuters en hoe worden ze opgevolgd? Een driejarige niet ingeschreven kleuter wordt opgevolgd door onze partner van Kind en Gezin en dit Vlaanderenbreed. Heeft deze niet ingeschreven driejarige ook een niet ingeschreven vierjarige broer of zus, dan zal deze ook door Kind en Gezin mee opgenomen worden. We vermijden hierdoor dat meerdere contactnamers door verschillende instanties binnen één gezin plaatsvinden en dat voor hetzelfde doel. Een vierjarige niet ingeschreven kleuter zonder niet ingeschreven jongere broer of zus, die wordt opgevolgd door partners met beroepsgeheim binnen het LOP. Dit is dus enkel voor kinderen binnen het werkingsgebied van een LOP. De vijfjarige kleuters tot slot zijn leerplichtig. Zij worden vanuit de leerplichtcontrole opgevolgd, zowel binnen Vlaanderen als, in samenwerking met de Franse gemeenschap, het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hoe komen we nu tot die niet ingeschreven kleuters? Jullie zien hier inderdaad de flow. AGODI beschikt over een tabel uit het Rijksregister met daarin alle kleuters. Deze lijst vergelijkt AGODI onder andere met haar eigen onderwijsdatabanken en het leerlingenbestand van bijvoorbeeld het Franstalig onderwijs. Alle teruggevonden kinderen klassificeren we als wel ingeschreven kleuters. De restgroep zijn de niet ingeschreven kleuters. De lijst van de niet ingeschreven kleuters bezorgt AGODI sinds 2009 aan Kind en Gezin en de 40 lokale overlegplatforms, de LOPS, in Vlaanderen. Kind en Gezin onderneemt acties naar de driejarige kleuters en de eventueel niet ingeschreven vierjarige broers of zussen. De LOPS zoeken partners met beroepsgeheim die acties kunnen ondernemen naar de vierjarige kleuters. Zowel Kind en Gezin als de LOPS geven uiteindelijk feedback terug aan AGODI over de ondernemen acties en hun resultaten. Van zodra de kleuters zijn ingeschreven, komen we tot de derde dimensie, deze van de aanwezigheden. Wanneer is een kleuter nu voldoende aanwezig? Ten eerste is er het aantal halve dagen dat nodig is voor een 3, 4 of 5-jarige kleuter om eventueel recht te hebben op een schooltoeslag. Ten tweede is er ook het aantal halve dagen dat een 5-jarige moet behalen om in orde te zijn met de leerplicht. Tot slot is er ook het aantal halve dagen dat een 5-jarige moet behalen in functie van die rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs. Doorheen de schooljaren zijn de aanwezigheidsnormen voor de 3- en de 4-jarigen onveranderd gebleven. Voor de 5-jarigen zien we wel een evolutie voor de schooltoeslag en de toelatingsvoorwaarden van 220 naar 250 halve dagen tot uiteindelijk 290 halve dagen. De norm van de leerplicht is pas in voege gegaan sinds de leerplichtverlaging naar 5 jaar en dit vanaf het schooljaar 2020-2021. Jullie zien ook een sterretje staan bij de 290 halve dagen in de rechtse kolommen. En dit bij de norm voor de schooltoeslag en de leerplicht. Er is namelijk een verschil tussen de drie normen voor de 5-jarigen, ondanks dat zij telkens spreken van 290 halve dagen. Voor de norm van de schooltoeslag en de leerplicht kan de 290 halve dagen behaald worden door zowel effectieve aanwezigheden als de P-codes, de zogenaamde afwezigheden, door de directie als aanvaardbaar beschouwd. Bijvoorbeeld, een kleuter is ziek. Voor de norm voor de toelatingsvoorwaarden zien we dit sterretje niet. Dat wil zeggen dat de P-codes hier niet worden meegeteld en het dus enkel gaat om effectieve aanwezigheden. Ik geef nog een kleine, maar niet onbelangrijke kanttekening mee. De afwezigheden omwille van schoolsluiting of verlengde vakantieperiodes omwille van de coronamaatregelen, denk maar aan de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021, zijn afwezigheden omwille van overmacht. Zij worden voor elke norm telkens als een aanwezigheid beschouwd en dus meegeteld. We sluiten hiermee het concept kleuterparticipatie op zich af en gaan nu in op de gepubliceerde cijfers, de aanwezigheidscijfers van de kleuters voor het schooljaar 2022-2023. Ik neem jullie graag mee doorheen de cijfers. Maar geef
Maar vooraleer dat ik daarmee start, geef ik jullie graag nog enkele kanttekeningen mee. Op 25 januari publiceerde Agodi cijferrapporten over het aantal kleuters dat voldoende aanwezig was tijdens het afgelopen schooljaar 2022-2023. Je kan deze cijferrapporten raadplegen op onze website. De link wordt ook zo meteen in de chat geplaatst. Wat kunnen jullie bij ons op die website vinden? Een overzicht van de gebruikte normen over de schooljaren heen. Een overzicht van de kleuteraanwezigheden in het Vlaams onderwijs in het algemeen. En tot slot een overzicht van de kleuteraanwezigheden en dit per gemeente. Alle gepubliceerde cijfers die we hier laten zien zijn opgemaakt volgens een vaste berekeningswijze. Het gaat enkel om kleuters die op 1 februari van dat schooljaar waren ingeschreven en de kleuters worden telkens geteld in de fusiegemeente van de vestigingsplaats van de school. Maar wat zijn nu de cijfers? Ik neem jullie even mee naar onze website. Ik haal de website er even bij. Zo. Als jullie op de link klikken die op de chat inderdaad is geplaatst, dan vinden jullie deze website terug. Wat kunnen jullie hier vinden? In de eerste plaats vinden jullie hier, zoals ook vermeld, de geldende aanwezigheidsnormen voor zowel de 3, 4 als 5-jarigen voor de norm schooltoeslag, toelatingsvoorwaarden of leerplicht. Ook de kanttekening van het sterretje, namelijk over de P-codes, staat hier toegelicht. Aangezien we het over verschillende schooljaren staat, kunnen jullie hier ook nog een overzicht vinden van de maatregelen die genomen zijn doorheen de schooljaren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Meer specifiek gaan we nu verder kijken naar de cijferrapporten die jullie kunnen raadplegen, met name het rapport voor Vlaanderen, maar ook het rapport voor de gemeenten. We starten met het rapport voor Vlaanderen. Ik neem deze er ook even bij. Jullie zien hier 3 tabbladen. De eerste geeft algemene informatie over welke data hier effectief in te vinden is. Maar belangrijk is, jullie zien hier inderdaad 2 tabbladen met data. In het eerste tabblad hier gaat het over de schooltoeslag. Hier vinden jullie cijfers voor de 3, 4 en 5-jarigen per schooljaar op niveau van het Vlaams onderwijs. En dit enkel voor de norm schooltoeslag. Kleine kanttekening, voor de 5-jarigen is het identito voor dan ook de leerplicht. Ik duid hier even de laatste cijfers aan. Dit zijn eigenlijk dus de laatste nieuwe cijfers die gepubliceerd zijn voor het afgelopen schooljaar. Het derde tabblad gaat specifiek over de toelatingsvoorwaarden. En dit gaat enkel over dus de 5-jarige kleuters die al dan niet voldoende aanwezig zijn voor de rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs. En dan hebben we hier het nieuwe regeltje voor het afgelopen schooljaar. Die nieuw is gepubliceerd. Naast deze algemene Excel-tabel zien we ook een tabel voor de gemeenten. Die neem ik er ook even bij. Oh, zo, dat is beter. Jullie zien hier ook iets meer tabbladen ondertussen staan. Het eerste tabblad geeft eigenlijk een overzicht van wat er eigenlijk allemaal in dit bestand te vinden is. Het geeft ook een aantal doorklikmogelijkheden naar de verschillende tabbladen. Voor wie hier niet helemaal wegwijzen geraakt, is er in de volgende tabblad dus eigenlijk een handleiding te vinden hoe er met de data kan gewerkt worden. Neem deze gerust even door, het kan zeker handig zijn. Het derde tabblad is de leeswijzer. De leeswijzer geeft ook meer specifiek aan welke kleuters zijn opgenomen, hoe de berekeningswijze inderdaad mee zit, welke normen er zijn en uiteindelijk ook nog even kort samengevat de coronamaatregelen die toen genomen is. Maar daarbij komen we dan nu tot effectief de cijfers. We hebben hier opnieuw 4 tabbladen. De eerste 2 tabbladen zijn de dashboards. Ik zal deze even laten zien. Zo. Helemaal links zien jullie de filters die jullie kunnen toepassen.
En helemaal in het middenste gedeelte hebben jullie dus de interactieve dashboard die mee zal bewegen naar gelang de filters die jullie hebben aangeklikt. Jullie kunnen hierbij kiezen voor de 3- en 4- of 5-jarigen, voor een bepaalde provincie, voor een bepaalde gemeente. En jullie zien inderdaad hier 2 maal hetzelfde. Hier zijn voorlopig dus 2 lijnen over elkaar getekend. Maar stel nu dat ik de 3-jarigen wil vergelijken met de 4-jarigen, dan zien jullie hier al de grafiek verschuiven. Jullie kunnen provincies met elkaar vergelijken. Jullie kunnen gemeenten met elkaar vergelijken. Een gemeente binnen een provincie vergelijken. Hier kunnen jullie eigenlijk helemaal zelf bepaalde vergelijkingen maken. Jullie kunnen daar centrumsteden met elkaar vergelijken. Het is helemaal aan jullie om hier volledig op los te gaan. Belangrijk is inderdaad het verschil. Dit dashboard voor de schooltoeslag is inderdaad voor dus 3, 4 en 5 jaar. Voor 5 jaar is het ook voor de leerplicht. Het tweede dashboard is alleen voor de 5-jarigen. Jullie gaan het ook zien, jullie kunnen hier geen filters meer aanklikken voor de leeftijd. En dit is voor de norm voor de rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs. Jullie zien inderdaad weer wel een heel andere grafiek. Ik ga voorlopig de filters hier nog niet specifiek aanzetten, maar jullie zien hier ook het percentage onvoldoende aanwezige 5-jarige kleuters voor de rechtstreekse toelatingsvoorwaarden. Die heeft wel wat meegemaakt, die grafiek. Ik kom daar samen met jullie op terug, zo meteen na deze dashboards, in een verdere analyse ook. Ook hier hebben we hier nu wel makkelijk filters te vergelijken. Willen jullie effectief aan de slag gaan met de concrete data, met de concrete vergelijkingen, dan zijn er ook nog de 2 laatste tabellen. Jullie hebben hier opnieuw een tabel met alle data vanaf het schooljaar 2013-2014 voor alle leeftijden, 3, 4 en 5, en dat voor alle gemeenten. Voor de norm schooltoeslag en voor de 5-jarigen uiteindelijk ook de leerplicht vanaf schooljaar 2020-2021. En in de laatste zien we alle data ook opnieuw vanaf hetzelfde schooljaar, vanaf 2013-2014, voor de 5-jarigen wat betreft de norm de toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs. Belangrijk, jullie zien ook hier in deze kolom, de F-kolom, de norm die eigenlijk moet behaald worden, hou er ook rekening mee als jullie schooljaren met elkaar gaan vergelijken, dat die norm niet steeds hetzelfde is geweest. Ik neem er even terug de presentatie bij. Wij hebben ondertussen de cijfers voor Vlaanderen verkend en dit niet alleen voor de schooltoeslag, maar ook voor de toelatingsvoorwaarden. We zijn samen even kort gaan kijken doorheen die gemeentecijfers, die gemeentelijke cijfers en wat er eigenlijk allemaal in deze tabbladen staat. Jullie kunnen hier dus volledig zelf met aan de slag gaan, maar we hebben voor jullie nog een paar kortere analyses, diepgaandere analyses gemaakt. Meer specifiek gingen wij kijken naar die 5-jarige kleuters. We zagen inderdaad die schommelende grafiek. In het schooljaar 2021-2022 zagen wij bij deze 5-jarige kleuters namelijk een grote daling van het percentage 5-jarige kleuters die voldoende aanwezig was voor die rechtstreekse toegang tot het gewoon lager onderwijs. We zagen eigenlijk dat dat ondertussen terug wel wat gestegen is. Maar hoe zit dat nu eigenlijk? We zien hier de evolutie van het percentage van die voldoende aanwezige 5-jarige kleuters in functie van die rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs. Ik neem jullie even mee doorheen deze grafiek. De oranje bollen tonen de percentages van de schooljaren toen de norm nog 220 halve dagen aanwezigheid was. Het gaat om de schooljaren 2013 tot 2014 tot en met 2016-2017. Nadien is de norm gewijzigd. Hier zien we dan de groene bollen. Het gaat om de schooljaren 2017-2018 tot en met 2019-2020, waarbij de norm 250 halve dagen aanwezigheid was. Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 startte ook de corona-epidemie met de schoolsluitingen. De kleuters
waren toen allemaal op aanwezig gezet om hun recht op schooltoeslag niet te verliezen. We zien hier dan ook een stijging van het percentage van die voldoende aanwezige vijfjarige kleuters, maar die niet per definitie dus aanwezig waren, maar het gaat hier voornamelijk ook om schoolsluitingen. Tot slot zien we ook de blauwe bollen. Dat is vanaf het schooljaar 2020-2021, waarbij we enerzijds de start van de verlaging van de aanvang van de leerplicht hebben, de corona-epidemie, en dan uiteindelijk ook de verhoging van die norm naar 290 halve dagen daadwerkelijke aanwezigheid. We zien dat het percentage voldoende aanwezige vijfjarige kleuters voor die norm rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs daalt, zou je kunnen zeggen. Naast die coronamaatregelen is het eigenlijk al moeilijk om die schooljaren met elkaar te vergelijken, net doordat die norm eigenlijk dus gewijzigd is. Wat hebben wij voor jullie gemaakt? Deze grafiek ziet er helemaal anders uit. In deze grafiek zien jullie de evolutie van diezelfde percentage voldoende aanwezige vijfjarige kleuters voor die norm rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs. Maar als we ervan uit zouden gegaan zijn dat de norm altijd 290 halve dagen zou zijn geweest. Wanneer we die corona-schooljaren er even tussenuit laten, dan zien we eigenlijk een heel stabiel beeld. Voor het eerst eigenlijk gaan we in de afgelopen vanuit het afgelopen schooljaar nu ook zelfs boven die 80%, met uitzondering inderdaad van die coronajaren. Maar eigenlijk, als we dus een gelijkaardige norm zouden hebben en de corona-schooljaren er even tussenuit halen, dan zien we een heel stabiel beeld met een lichte stijging van het percentage voldoende aanwezige vijfjarige kleuters. Een heel ander beeld dan dat we daarnet zagen. We bekeken daarna ook eigenlijk het mogelijke effect van een bepaalde zeskenmerk, kenmerken in verband met de sociaal-economische status van het gezin van het kind. We brachten gegevens van een aantal schooljaren samen over het opleidingsniveau van de moeder en het al dan niet voldoende aanwezig zijn van de vijfjarige kleuter. Wat blijkt? We zien wel degelijk een effect van het opleidingsniveau van de moeder op de al dan niet voldoende aanwezigheid van die vijfjarige kleuter. Hoe lager het opleidingsniveau van de moeder, hoe lager het percentage van voldoende aanwezige vijfjarige kleuters. Hoe hoger het opleidingsniveau van de moeder, hoe hoger het percentage van de voldoende aanwezige vijfjarige kleuter. Maar, opgelet, niet elke groep van het opleidingsniveau van die moeder is even groot. Er zijn minder vijfjarige kinderen uit een gezin waarbij de moeder een laag opleidingsniveau heeft dan aantal kinderen die uit een gezin komen waarbij de moeder een hoog opleidingsniveau heeft. Dat zorgt voor een vertekening in de cijfers. We splitsen deze grafiek nog eens verder op. We gaan diezelfde cijfers van daarnet verdelen over twee grafieken. De lijn met de oranje bollen geeft aan wanneer de thuistaal Nederlands is. De lijn met de witte bollen geeft aan wanneer de thuistaal niet Nederlands is. We zien dat over de opleidingsniveaus heen er een effect blijft van de thuistaal. Met name dat er vijfjarige kleuters procentueel vaker aanwezig zijn wanneer de thuistaal Nederlands is dan wanneer de thuistaal niet Nederlands is. Ook bij gezinnen met een hoger opleidingsniveau van de moeder zien we dit verschil. Het opleidingsniveau kan hier uiteindelijk dus niet het effect van die thuistaal compenseren, om het maar te zeggen. Tot slot blikken we nog even verder. Wat bedoel je hiermee? Jullie weten dat er een norm is voor dus de vijfjarige kleuters voor de rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs, maar dat wil niet per definitie zeggen dat die vijfjarige kleuter, als die onvoldoende aanwezig was, niet in het eerste leerjaar start in het volgende schooljaar. We gebruiken voor de volgende grafiek drie schooljaren. In het schooljaar 1 gaat het om een vijfjarige kleuter die in de derde kleuterklas zit. In schooljaar 2 gaat het om diezelfde vijfjarige kleuter die ondertussen dus 6 jaar is geworden, met de vraag: zit hij terug in de kleuterklas, zitten blijven, of is hij naar het eerste leerjaar gegaan en zit hij op zogenaamd opleeftijd? We kijken nog een schooljaar verder, namelijk schooljaar 3. De situatie van ditzelfde kind ondertussen als 7-jarige, is die opnieuw blijven zitten? Of is die naar het tweede leerjaar gegaan en zit die op leeftijd? Jullie zien hier bij zitten blijven dat ik het eerste leerjaar gebruik. Er zijn namelijk in deze groep geen 5-jarige kleuters die in schooljaar 3 uiteindelijk opnieuw nog in de derde kleuterklas zitten. Wat geeft dit als resultaat?
We beginnen met deze grafiek helemaal onderaan. De overgang van het eerste schooljaar naar het tweede schooljaar, namelijk dus van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. 7% van de ondertussen 6-jarigen die onvoldoende aanwezig waren toen ze 5 waren in de kleuterklas, blijft zitten in de kleuterklas. 2,3% van de ondertussen 6-jarigen die voldoende aanwezig was in de kleuterklas, blijft zitten in de kleuterklas. We zien dus opnieuw dat er dus meer kleuters blijven zitten als ze onvoldoende aanwezig waren. Daarboven zien we de overgang van het tweede naar het derde schooljaar. Dus van het eerste leerjaar naar het tweede leerjaar. Meer specifiek gaat het hier over die kleuters die zijn blijven zitten in het eerste leerjaar. 7,4% van de ondertussen 7-jarigen was onvoldoende aanwezig in de derde kleuterklas en is hier dus blijven zitten in het eerste leerjaar. 3,6% van de ondertussen 7-jarigen was voldoende aanwezig in de derde kleuterklas en is blijven zitten. Ook hier zien we dus procentueel meer kleuters die blijven zitten als ze onvoldoende aanwezig waren in de derde kleuterklas. Helemaal bovenaan de grafiek zien we opnieuw de overgang van het tweede naar het derde schooljaar, dus van het eerste leerjaar naar het tweede leerjaar, maar meer specifiek die kleuters die op leeftijd zitten in het tweede leerjaar, dus niet blijven zitten. 85,6% van die ondertussen 7-jarige kleuters, leerlingen, was onvoldoende aanwezig in de derde kleuterklas. 94,1% van die ondertussen 7-jarigen was voldoende aanwezig in de derde kleuterklas. Wat leiden we hieruit af? De kans om te blijven zitten is 2 à 3 keer groter als de kleuter onvoldoende aanwezig was. We noteren opnieuw de kanttekening dat de groep onvoldoende aanwezige kleuters kleiner is dan de groep voldoende aanwezige kleuters. Ook hier, door die verdere opsplitsingen, komen we uiteindelijk bij kleinere aantallen terecht, waardoor de procenten soms een beetje een vertekend beeld kunnen geven, maar de algemene tendens kan hier wel duidelijk zijn. We hebben ondertussen toch wel wat bijgeleerd over die gepubliceerde cijfers. Dan stelt zich nu de vraag, wat kan je hiermee doen? Het is vooral belangrijk om lokaal een zicht te krijgen op jullie cijfers, via onze publicatie, maar ook op de achterliggende dynamieken. Zorg voor een netwerk rond de gezinnen met jonge kinderen om hen te stimuleren tot deelname aan het kleuteronderwijs. Ik neem jullie mee doorheen enkele handvaten om hiermee aan de slag te gaan. Alle instrumenten zijn ook terug te vinden op onze website. De link naar de instrumenten die verschijnt ook zo meteen in de chat. Ik deel de handvaten op in 3 blokjes. De eerste is de omgevingsanalyse. De tweede is een tool om te weten wie met wie samenwerkt. En het derde blokje focust op een aantal mogelijkheden om die samenwerking tussen partners in jouw gemeente of stad te ondersteunen. We starten met de omgevingsanalyse. De omgevingsanalyse is een analyse op maat en op vraag, net omdat deze gepersonaliseerd wordt op maat van jouw gemeente of stad. Hoe ziet deze er nu uit? We zien hier een voorbeeld. Op vraag van een gemeente of stad gaan wij alle aanwezige vestigingsplaatsen met kleuteronderwijs oplijsten. Deze worden als geanonimiseerde staven onder elkaar geordend op basis van het percentage onvoldoende aanwezige 3, 4 en 5-jarige kleuters. Elke horizontale staaf stelt dus een school voor. Vervolgens berekenen we welke scholen hoog scoren op leerlingen met de leerlingenkenmerken opleidingsniveau moeder en of thuistaal niet Nederlands. De staaf van deze scholen wordt blauw gekleurd en kunnen we hier dan ook onderling gaan vergelijken. Wat willen we hiermee verder laten zien? Wat is de invloed van die leerlingenkenmerken op het percentage onvoldoende aanwezige kleuters? Het gaat namelijk, zoals jullie hier ook kunnen zien, niet altijd om alleen die hoogste percentages. Wanneer we weten welke kleuters er effectief naar jullie school komen, kan er ook gekeken worden wie er met wie samenwerkt en wie er met deze scholen samenwerkt. Jullie kunnen hiertoe een netwerkanalyse opmaken. De netwerkanalyse start met de vraag welke partners er nu juist contact hebben met de ouders van jonge kinderen.
De zoekopdracht kan je raadplegen op onze website kleuterparticipatie.be, waar je onder het luik instrumenten kan kiezen voor partners in je gemeente. In de alfabetische lijst zoek je vervolgens je stad of je gemeente. Hier hebben we bijvoorbeeld een zoekopdracht voor Duffel. De partners die hier te zien zijn, die zijn afkomstig van de sociale kaart. De kwaliteit van de gegevens van de sociale kaart is afhankelijk van de input van de partners zelf. Het is dan ook aangeraden de zoekopdracht kritisch te bekijken. Bemerk je fouten, laat het ons gerust weten per e-mail of suggereer een wijziging. We weten dus welke partners er in een stad of gemeente aanwezig is, maar in welke mate is er nu sprake van samenwerking tussen deze organisaties en die scholen met kleuteronderwijs? We maken een soort kruistabel op van deze netwerkanalyse met links onderaan de scholen van het kleuteronderwijs en rechts naast elkaar de verschillende partners. De vraag is nu, wie werkt met wie samen? De kruistabel kan ingevuld worden door alle partners en de scholen samen of afzonderlijk. Belangrijk is wel, wanneer zetten we een 0, wanneer zetten we een 1? Een 1 als er samenwerking is, maar vanaf wanneer spreken we van samenwerking? Moet je elkaar kennen? Moet je samen met elkaar iets doen? Welke vorm van samenwerking is noodzakelijk om hier te spreken van het eentje, zal ik maar zeggen? Wanneer de kruistabel ingevuld is, gaan we die verder visualiseren en krijgen we eigenlijk een netwerkanalyse per partner. In dit geval, welke partners werken met welke scholen samen? Welke partners hebben eventueel nog geen samenwerking? Er kunnen er heel veel blokjes staan, maar opnieuw kan je de vraag stellen hoe deze samenwerkingen er ook al allemaal uitzien. We kunnen het ook omdraaien. Een netwerkanalyse per school. Welke school werkt al met welke partners samen? Zijn er scholen met meer of minder samenwerkingen? En opnieuw, hoe zien deze samenwerkingen eruit? We hebben al een aantal samenwerkingen, maar voor zover deze nog niet of nog niet helemaal onderbouwd zijn, hoe kunnen jullie die handvaten verstrekken om die samenwerking verder te ondersteunen? Je kan als lokaal bestuur bijvoorbeeld inzetten op een warme transitie. Hoe zorg je nu voor die warme transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang en het kleuteronderwijs? Hoe krijg je nu zicht op die bestaande praktijken in je gemeente of stad? Hoe kom je tot acties met lokale partners net om die warme transitie te ondersteunen? Ga dan aan de slag met het toepakket. Het is een kant-en-klaar pakket om laagdrempelige thema transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang en school aan te kaarten. Een toepakket om samen uit te voeren. Daarnaast ontwikkelde Agodi ook enkele fiches en folders. Hier zien jullie bijvoorbeeld de communicatietips over het opmaken van teksten en andere materialen voor ouders net over die warme transitie van thuis, de buurt, de kinderopvang naar de kleuterschool. Agodi ontwikkelde ook een gespreksfiche voor lokale partners die in gesprek gaan met ouders over kleuteronderwijs, enerzijds wanneer een kleuter is ingeschreven maar vaak afwezig is, anderzijds wanneer een kleuter nog niet is ingeschreven. Agodi ontwikkelde eveneens een algemene folder voor lokale partners die met ouders van jonge kinderen in gesprek gaan over onderwijs. Het is een algemene folder met informatie over de leerplicht, ook voor de vijfjarigen en het voltijdsonderwijs. Agodi maakte ook samen met Kind en Gezin een folder om lokale samenwerking te bevorderen tussen scholen en de huizen van het kind. Tot slot ontwikkelde Agodi en Kind en Gezin ook een werkdocument waarmee jullie aan de slag kunnen gaan met specifiek een overzicht van acties die onderwijs- en niet-onderwijspartners kunnen ondernemen in het kader van die kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Het gaat over de matrix kleuterparticipatie die jullie bij ons kunnen opvragen. Ik weet, het is heel moeilijk te zien, er staat heel veel informatie over, maar in deze matrix is een overzicht dus te vinden van deze acties die bepaalde partners kunnen opzetten per fase. Voor de aanmeldingsperiode, tijdens de aanmeldingsperiode, voorafgaand aan de instap en wanneer de kleuter uiteindelijk is ingeschreven. Zoals jullie kunnen merken is het element samenwerking cruciaal. Maar samenwerking moet vooral
duurzaam zijn. Samenwerken is niet altijd eenvoudig. Partners kunnen bijvoorbeeld een verschillende taal spreken. Denk maar aan een ander gebruik van een bepaalde terminologie waarbij het een andere invulling uiteindelijk krijgt. Het blijft ook telkens mensenwerk. Bepaalde mensen veranderen bijvoorbeeld van job, waardoor je uiteindelijk die bestaande samenwerking met een nieuwe collega zal moeten heropnemen. En het kost natuurlijk ook tijd. Samenwerking moet vooral een verhaal van een tweerichtingsverkeer zijn en niet het verhaal van de andere komt mij even zeggen hoe we het gaan doen. Samenwerken is mensenwerk. We moeten hierbij de mindshift maken van het is extra werk naar het is een meerwaarde voor ons eigen werk. Zoals afgesproken kom ik nog even terug op die ingestuurde vragen. De eerste vraag die ik hier heb opgenomen is over de kleuterparticipatie als decretale taak voor die scholengemeenschap. Wat kunnen we hier allemaal doen? Wat kan de DIRCO eventueel doen? Denk hiervoor aan de regelgevende basis, namelijk dat voeren van een zorg- en gelijk onderwijskansenbeleid. Het zorgen van de bevordering van de kleuterparticipatie, het aanduiden van een aanspreekpunt voor de kleuterparticipatie. Zeer algemeen, maar ga in bijvoorbeeld aan de slag met die netwerkanalyse. En kijk welke samenwerkingen bijvoorbeeld jullie als school nog kunnen aangaan. Daarnaast kregen we ook een aantal vragen ingestuurd over hoe je ouders kan sensibiliseren om hun kleuter naar school te brengen met enige regelmaat. Hoe kunnen we hen de meerwaarde laten inzien van de kleuterschool? Ga hier vooral aan de slag met die folders en fiches voor het gesprek met de ouders. Maar weet als school dat jullie er ook niet alleen voor staan. Het is belangrijk om een netwerk op te bouwen samen rond dat gezin met die jonge kinderen. We kregen ook de vraag over hoe we ouders moesten sensibiliseren om een kind op tijd naar school te brengen. Dit is een vraag die hier niet aan bod is gekomen in de webinar, maar dat gaat dan ook eerder op een ingebed beleid in de school. Er kunnen bepaalde zaken opgenomen worden in het schoolreglement, maar het is vooral een verhaal van dialoog met de ouders. Ga in gesprek met hen, al dan niet verwijzend naar bepaalde regelgeving en het schoolreglement. We zijn hiermee aan het einde van onze webinar gekomen. Heeft u nog verdere vragen? Meer informatie vindt u terug op onze webpagina Kleuterparticipatie. Vind je daar de informatie niet terug die je zoekt? Contacteer ons dan via e-mail. Agodi Academie. Verbindt en versterkt.